De Centrale Bank van Suriname heeft vandaag in een communiqué bevestigd dat een geldzending die enkele weken geleden via Nederland heeft plaatsgevonden door de douaneautoriteiten en het Openbaar Ministerie in Nederland is opgehouden. Het betreft een bedrag aan euro's dat onze deviesenbanken bij derden hebben opgekocht. De euro's worden onder meer gebruikt voor het nakomen van internationale betalingsverplichtingen. Het verzenden van de valuta gebeurt volgens de centrale bank al jaren op deze wijze. Criminelen over de hele wereld ondernemen heden ten dage pogingen om in het legitieme bancaire verkeer te infiltreren om geld wit te wassen. Het is vanwege die internationale trend dat de douane in Nederland extra vragen heeft gesteld bij de laatste geldzending van de handelsbanken, waarvan de verdere verscheping naar de correspondent van de centrale bank is opgehouden. De Centrale Bank van Suriname is in contact met de autoriteiten in Nederland en heeft er vertrouwen in dat de plooien zullen worden gladgestreken.